Zo, Tony Pino achter de camera. We zijn weer op zoek naar een, dit keer een brug. En we zijn op dit verlaten gebied terechtgekomen. We fietsten daarboven. En we zagen aan die kant iemand van de brug springen. Dan willen we even kijken wat die gast aan het doen is. Hé, wat is dat? Een rattenval op het water. Kijk, daar is die. Vet. Hier moet een brug zijn. Ik stond daar bovenaan, waar nou die fietser is, zag ik de brug. Dus dan moet hij nu binnen 3, 2, 1 in beeld komen. Ja, hij komt. Kijk, daar is die. En daar zijn de eenden. Kijk, een hele kudde. Het zijn het dieren. Allemaal dezelfde koppen. Vet. Daar moeten we heen. De 51 meter lange brug. Wow, we hebben weer wat nieuws ontdekt. Normaal stond hij onder water, kun je er niet overheen lopen. Maar kijk eens aan de overkant. Allemaal baddengastjes. Badgastjes, kijk eens. Daar gaan we heen, naar die brug. Vet. Ik weet niet of we in deze vlog bij die brug komen. Dan zal het wel een hele lange vlog worden. Dus ik ga de vlog weer beëindigen. Of er moet nu iets spectaculairs gebeuren. Dan ga ik gewoon verder vloggen. Maar kijk eens, dit gigantisch grote open veld. En dan heb je hier bovenaan de dijk met het verkeer. Daar is het. Even kijken hoor. We zijn hier in de buurt van Kikkerdom. Zo ongeveer. Hey, het pad loopt hier dood. Dat is jammer. We hadden gedacht we konden hier verder. Dus dan moeten we er waarschijnlijk helemaal omheen lopen. Maar als het goed is moeten hier ook zwanen zitten. Ik heb er zo straks twee gezien. Ah wacht, daar heb je hem weer, de brug. Kijk dan, daar is die. Ik was dat via Google Earth aan het kijken. Toen klikte ik een foto aan. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet hierheen. En we zijn er al. Het is zover. Maar nu gaan we de plek zoeken hoe we bij die brug komen. Kijk, prikkeldraad. Dus dat is onmogelijk. Maar er liepen net mensen over. Dus hier moet ergens wel een ingang zijn. Maar waar? Ik weet wel, één ding wat zeker is. Als je via die brug bent, dan kun je via die kant sowieso door het bos lopen. Maar kijk dan hoe mooi dat eruit ziet. Wow. Dit doet me gelijk denken aan de gekke brug. Hoe heet dat ding ook alweer? De Moerputterbrug of zoiets dergelijks. Google het maar eens. Of de Halve Zolenbrug. Maar dat is deze sowieso niet. Kijk die badgastjes. Ze genieten van de zon. Het is heilig in Nederland. Wacht, wat is dat?